Ja, voorzitter, het moet ook niet al te gezellig worden. Laten we maar beginnen. Voorzitter, ik heet de bewindslieden in ieder geval van harte welkom bij hun eerste begroting in dit huis. Nou, ik hoop ook de laatste begroting natuurlijk, dat zult u begrijpen. Ik had ze graag veel succes gewenst voor deze komende regeerperiode, maar ja, dat zou toch wat vreemd zijn. Hè? Want de PVV, de tweede partij van het land, die werd categorisch uitgesloten van de onderhandelingen. En die versplinterde het politieke landschap erger dan ooit. Nou, en dat leverde aan het eind van het verhaal deze twee ministers op. Hè? Eén van D66 en één van de ChristenUnie. Nou, ideologisch elkaar absolute tegenpolen. De een wil niets liever dan Nederland als soevereine natiestaat opheffen om het onder te brengen in de Verenigde Staten van Europa. Een minister die het onderwijs in dienst wil stellen van een ideologische, cosmopolitische agenda van internationalisering. Die vindt dat het Nederlands als wetenschaps- en cultuurtaal eigenlijk zijn langste tijd gehad heeft en het liefst overstapt op Engels. En aan de andere kant een minister die wel hecht aan die eigenheid van Nederland, aan die identiteit, die taal, die tradities. En die zich een gemeenschap zonder bezieling nauwelijks kan voorstellen. Nou, voorzitter, een dergelijke samenwerking kan de echte problemen waar het onderwijs nu voor staat niet oplossen. Die ministers zullen door de ideologische weerzin die ze toch tegen elkaar voelen, niet verder komen dan het maken van harde afspraken, in graniet gebeiteld. En vervolgens zullen ze op de winkel gaan passen. Ze zijn niet in staat, denk ik, om de grote thema's op te lossen. Maar het onderwijs verdient wel beter, want er is wel degelijk sprake van een crisis, een systeemcrisis zelfs. Voorzitter, voor de PVV zijn dit de grote thema's. In de eerste plaats de doorgeschoten politisering van het onderwijs. En juist nu we de ramp meemaken van de massa-immigratie uit het Midden-Oosten en Afrika, staan onze identiteit en onze westerse cultuur onder druk, zoals het nog nooit eerder is gebeurd. Juist in deze tijd zou het onderwijs die eigenheid van dat Nederlandse en de westerse waarde pal overeind moeten houden. Maar wat zien we gebeuren? Het onderwijs loopt steeds voorop met cultuurrelativisme. Zie de aanvallen op Zwarte Piet. De aanvallen van leraren en hoogleraren op politieke partijen die niet dat politieke postmoderne wereldbeeld delen van de linkse partijen. Niet eerder gaven leraren zich zo onbeschaamd over aan het indoctrineren van leerlingen en studenten met hun eigen linkse en uberliberale waarden. Bijna dagelijks worden de partijen aan de rechterkant van het spectrum gebashed, worden er vergelijkingen gemaakt met het racisme, met de nazi's, het fascisme, wordt het christendom belachelijk gemaakt en de islam de hemel ingeprezen. Er is bijna geen basisschool die niet op bezoek gaat naar de moskee, voorzitter. Voorzitter, ons onderwijs heeft bij uitstek de taak om, om de Nederlandse identiteit en cultuur door te geven aan volgende generaties. En om de volgende generaties de kans te bieden zich te verheffen tot de middenklasse. Om mensen die achterblijven te emanciperen, te integreren, te assimileren. Nou, dat alles heeft een hoger doel. En dat doel is het bouwen van een stabiele samenleving met onderlinge samenhang en een competente beroepsbevolking die ons concurrerend maakt ten opzichte van het buitenland. Op al die punten faalt het onderwijs. Want wat zien we? Onze identiteit wordt de grabbel gegooid. Onze geschiedenis wordt als een periode van schaamte beschouwd. Onze tradities zijn in gevaar. De middenklasse zit in het nauw. De emancipatie heeft zich vernauwd tot ja, die benauwende genderdiscussies, die benauwende hashtag MeToo-discussies. Het resultaat van 40 jaar duurbetaald integratieonderwijs zien we als Turken met Turkse vlaggen de Erasmusbrug bezetten. En als er in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam rellen zijn met derde generatie Marokkanen die gehuld in hun nationale vlaggen losgaan op straat. Ondanks alle inspanningen, ondanks al die kostbare programma's, ondanks al dat kostbare maatwerk om maar alles te faciliteren, is 65% van de asielimmigranten na 15 jaar, voorzitter, na 15 jaar nog altijd afhankelijk van uitkeringen. Het resultaat na 40 jaar verheffingsonderwijs is een verscheurde samenleving. Dat moeten we constateren, een verscheurde samenleving. Met aan de ene kant de gewone hardwerkende Nederlander en de hardwerkende Fries, wiens tradities zijn stuk gemaakt door cultuurmarxistisch onderwijs die zich een vreemde voelt in eigen land. Aan de overkant van die kloof zien we een parallelle samenleving waar de islam heerst, haat voor het Westen, ongelijkheid van vrouwen, geïnstitutionaliseerde haat voor vrouwen, homo's en ongelovigen. Wel onderlinge tribale solidariteit, maar geen enkele solidariteit of nauwelijks solidariteit met Nederland. Voorzitter, laten we beginnen om dat falen te onderkennen.
En laten we om te beginnen uitspreken dat ons onderwijs niet langer wordt ingezet voor welke vorm van politiek activisme dan ook. Het onderwijs moet kennis overdragen, kunde, cultuur en identiteit. Het moet emanciperen, het moet verheffen, het moet kritisch leren aandenken, het moet kritisch denken aanleren. Maar altijd op politiek neutrale wijze. En tegen al die leraren en docenten zou ik willen zeggen, hang je eigen politieke voorkeuren op aan de kapstok, samen met je jas, op het moment dat je de klas binnenstapt. Als je zo nodig politiek wilt bedrijven, ga de politiek in. Ga de politiek in. Hartelijk welkom. Maar stop met het indoctrineren van jonge mensen die kwetsbaar zijn in hun meningsvorming. Ik wacht even op meneer Quint. De heer Quint. Dank jij. Ik heb een verhelderende vraag. Welke Friese traditie staat er momenteel volgens de heer Beertema onder druk? De heer Beertema. Ja, ik heb het niet gehad over Friese tradities. Ik heb het gehad over hardwerkende Nederlanders en hardwerkende Friese die zich teweer moeten stellen tegen, ik hoorde het gisteren nog, tegen 19, meneer Quint, 19 activisten die in bussen naar Friesland trekken om daar de boel te versteren, om daar tussen kinderen hun eigen haatdragende, haat naar Nederland. Hè? Dat staan ze daar te spuien, om onze leuke Sinterklaas-traditie die zo langzamerhand een politieke lading heeft gekregen die het natuurlijk nooit had moeten krijgen. Maar dat zijn die 19 mensen. En die 19 mensen, die worden op het schild geheven, nog niet zozeer door uw partij, maar wel door alle andere partijen, wel door de media, wel door de scholen. En op die manier krijgt het een dynamiek. Maar Nederland wil dat niet en die Friezen willen dat niet. En die hebben het gevoel, die hardwerkende, normale Nederlanders en Friezen hebben het gevoel dat die tradities van ze worden afgepakt. De heer Quint. En daarom staan ze daar te doen wat ze doen. De heer Quint. Nou, ik ken de Friezen als een heel trots en zelfstandig volk. Dus ik denk dat die 19 demonstranten best wel kunnen hebben, hoor. Ik denk niet dat hun eigen identiteit daarvan afhangt. U mist het punt. Nee, de heer Quint. Ja, dat klopt, maar dat zou ook iets met uw formulering te maken kunnen hebben. Volgens mij is de enige Friese traditie die onder druk staat, is de Elfstedentocht. En dat komt door de klimaatverandering die u categorisch ontkent. Dus ik snap niet zo goed waar. Misschien moeten ze zich daar een keer wat drukker om maken. Daar hebben de Friese ook een stuk meer aan, volgens mij. Gaat u verder, meneer Beertema. U mag kort reageren. Nee, maar ik ga, het is aan u. Nee, dit is zo gratuit. Hier ga ik niet. Gaat u verder. De klimaatverandering. Voorzitter, mijn eerste vraag aan de bewindslieden is om hierop te reageren. Zien zij met mij dat het onderwijs heeft gefaald in juist deze belangrijke taken? Kijk naar die versplinterde samenleving die we op dit moment zien. En zien ze dat die onbeschaamde politieke vooringenomenheid van leraren echt de spuigaten uitloopt? Ik wil ze nu alvast meegeven dat ik een motie overweeg om een gedragscode in te stellen voor leraren die erop toeziet dat leraren zich politiek neutraal opstellen, van welke huizen ze ook komen. Voorzitter, het lerarentekort. Ja, dat zal zonder ingrijpen dramatische gevolgen hebben. Het beroep is simpelweg te onaantrekkelijk geworden door de salariering, de hoge werkdruk en de oneindige bemoeizucht uit het veld. Nou, dat zijn de belangrijkste oorzaken, die zijn ook eerder benoemd en die moeten worden aangepakt. We kunnen die te karige salariering natuurlijk niet loszien van dat bekostigingsmodel van het onderwijs, die lump sum. Nou, met de introductie van de lump sum, in de tijd een goed idee, hè, de lump sum is die zak geld die de overheid aan de scholen geeft om daarmee te werken, terwijl ze zelf op afstand blijven, heeft de overheid zichzelf op veel te grote afstand gezet. En de bestuurders en die werkgevers- en werknemersorganisaties, die hebben daardoor een enorme vrijheid gekregen. Nou, dat loopt nu uit de hand, vinden wij. De onderwijssector is een focus kwijtgeraakt. De onderwijspolder, zo noem ik hem maar even, onderwijspolder, die is geëxplodeerd. In tientallen koepels, de sectorraden, die hebben zich ook nog eens verenigd in de koepel der koepels, de Stichting van het Onderwijs. Nou, die gedraagt zich intussen als een soort schaduwregering, waar echte beslissingen worden genomen. We zien platforms voor van alles en nog wat, kenniscentra, verenigingen die iedere stakeholder vertegenwoordigen, klankbordgroepen, onderwijsraad, besturenorganisaties, vertegenwoordigers in het beroepen- en werkveld, leerlingen- en studentenorganisaties, bovenbestuurlijke samenwerkingsstructuren, advies- en begeleidingsorganisaties, vakverenigingen, nationale regieorganen. En dit is geen uitputtende lijst.
Voorzitter, elke organisatie die ik noem en die er te vinden is in die onderwijspolder, die heeft een bestuur en een raad van toezicht en een duur onderkomen en een jaarrekening. Al die organisaties moeten bovendien eindeloos overleggen, evalueren, rapporten schrijven, onderzoeken. En dat kost tijd en geld. Tijd en geld. Veel geld. En maar praten, praten, praten. Nergens wordt zoveel overlegd als in het onderwijs. En al dat geld, voorzitter, dat komt direct of indirect via de scholen uit de onderwijsbegroting. Nou, intussen zijn de salarissen van de leraren zo laag dat zich een steeds nijpender tekort aftekent. Een sluipende ramp. En dat smeekt om een krachtdadig ingrijpen. Nou, de kernvraag is natuurlijk dezelfde vraag die de PVV al sinds het begin stelt. Steeds heb ik aangedrongen om 80% van de totale uitgaven te oormerken voor lerarensalarissen. Voor leraren die lesgeven wel te verstaan. Geef ik aan de ministers mee. Leraren die lesgeven voor een klas en niet leraren die in een kantoortje zitten. Daar waar leraren interactie hebben met de leerlingen, en dat is in die klas, daar gebeurt het onderwijs. Daarom mijn tweede vraag. Hoeveel procent van die enorme onderwijsbegroting van 37 miljard wordt er nou eigenlijk besteed aan lesgevers in de klas, lesgevers, en hoeveel procent slokt de onderwijspolder en de rest op? Voorzitter, wat mij betreft is het de enige oplossing om 80% rigoureus te oormerken voor het primaire proces van lesgeven en dan zonder concessies te doen aan de definitie van primair proces. Het primair proces is altijd waar een lesgever, een leraar, een pedagoog en leerlingen met elkaar communiceren en rigoureus te snijden in de organisaties en in de rest. Voorzitter, ik ben niet de eerste die het zegt. Een toenmalig staatssecretaris Mark Rutte van het hoger onderwijs is met dit idee gekomen. Dus, en dat heb ik gejat van hem. De PVV heeft als eerste voorgesteld, voorzitter, om die schaal LA af te schaffen en te vervangen door LB. Zelfs vanuit de vele organisaties en bonden binnen het onderwijs wordt daar intussen voor gepleit. Met het oormerken van die 80% van de begroting. Voor de lerarensalarissen komen we een heel eind in de richting. Nou, om het onderwijs in zijn volle breedte zich weer te laten concentreren op het onderwijs, is het ook nodig, dat wil ik de ministers toch meegeven, om van die resterende 20%, om daar ook delen in te oormerken als het gaat om vastgoed. Het onderwijs is niet toegerust om vastgoed te ontwikkelen en te exploiteren. We hebben daar grote rampen mee gezien. Ze zijn ook niet toegerust om spaargelden te beleggen. Het onderwijs is toegerust om onderwijs te geven. Er zijn te veel grote ego's in het onderwijsveld die ermee op de loop gaan. Centraliseer dat advies. Centraliseer dat vastgoedgedeelte en dat beleggingsgedeelte. Dat is mijn advies. Laat het onderwijs zich bezighouden met het onderwijs. Niets anders. Nou, graag een reactie erop, voorzitter. Voorzitter, een enkele opmerking nog over twee dossiers waarbij het vorige kabinet heeft getoond weinig regie te voeren. Twee relatief eenvoudige dossiers, zeg ik dan. Dat is het lerarenregister en de rekentoets. Nou, beide zijn ontaard, we weten het allemaal, in zo'n heftig discours. Echt een loopgravenoorlog die uiteindelijk onoplosbaar was. En dat is beschamend, voorzitter. Er is behoefte aan een register. Die behoefte is er. Die gedragscode van mij, voor die politieke neutraliteit, die zou daar heel goed in kunnen worden ondergebracht, zeg ik even nu. Maar gooi die werknemersorganisaties eruit. Ze hebben er niks te zoeken. Los dat nou eens op, minister. Snel en soepel, met de leraren zelf, voor en door de leraren zelf. Begin opnieuw. Graag een reactie en liefst ook een toezegging. Nou, hetzelfde geldt eigenlijk voor de rekentoets, voorzitter. Dat is ook symptomatisch voor het warrige beleid wat we achter de rug hebben. 2010 werd een enorme sterk gevoel, een noodzaak gevoeld door ouders, bedrijfsleven, vervolgopleidingen en de meeste politieke partijen hier om die rekenvaardigheid te verbeteren, om de kwaliteit van het onderwijs op een hoger plan te tillen. Nou, met name binnen het mbo is men van mening dat rekenen dient mee te tellen voor het diploma overigens. En nog langer uitstellen zal de motivatie van leerlingen zeker niet ten goede komen. Kan de regering eindelijk de regie nemen over deze relatief eenvoudige dossiers en ze tot een goed einde brengen? Doe wat, ministers, doe wat. Om te beginnen mijn toezegging doen dat dit taaie ongerief van deze twee dossiers dit cursusjaar nog tot een conclusie komt waar de leraren zich ook in kunnen vinden. Zo moeilijk kan het niet zijn. Voorzitter, nog een opmerking over de VVE. Het kabinet wil, ondanks dat de vroeg- en voorschoolse educatie niet werkt, toch 170 miljoen daaraan uitgeven. Het is wat mij betreft onverantwoordelijk om toch
met zoveel kostbaar onderwijsgeld te komen op beleid dat geen meetbaar effect heeft. Want dat is de situatie. Het is een vorm van wensdenken dat niet-Nederlandstalige leerlingen in de VVE hun taalachterstanden zouden kunnen wegwerken. Dat taalprobleem, voorzitter, dat moet thuis opgelost worden. En dat is makkelijk te doen. Spreek Nederlands thuis. Kijk naar Nederlandse televisieprogramma's. Lees Nederlandse boekjes. Lees Nederlandse liedjes voor het slapen gaan. Weet je, zo leer je Nederlands. Zo haal je taalachterstanden in. Maar dat de derde generatie allochtonen dit nog altijd niet tussen de oren heeft, dat is eens te meer het bewijs, voorzitter, dat het onderwijs heeft gefaald op die integratieagenda. En uit onmacht en misschien zelfs uit misplaatst schuldbesef wordt er dan maar weer een blik geld opengetrokken. Veel geld, 170 miljoen. Voorzitter, wat ons betreft, zolang niet aangetoond kan worden dat VVE, vroeg- en voorschoolseducatie, tastbaar en meetbaar effect heeft, roepen wij de minister op om hier geen geld aan te besteden, maar die 170 miljoen te besteden aan de salarissen in het PO, in het basisonderwijs. Voorzitter, tenslotte. Internationalisering van ons onderwijs is actief beleid. Laat ik zeggen overactief beleid. Niet zozeer om het onderwijs op een hoger plan te brengen, maar meer en meer als doel in zichzelf. Het lijkt er zelfs op dat het onderwijs op deze manier een Brusselse agenda wil vormgeven, terwijl we hadden afgesproken, heel kort geleden nog, dat onderwijs een aangelegenheid zou blijven die onder de soevereiniteit van de landen zelf zou blijven. Wij zeggen, het onderwijs is geen verdienmodel en ook geen vehikel voor het uitdragen van internationalisme en eurofilie. En toch wordt er brutaal en openlijk gewerkt aan verdere internationalisering. Voor wie organiseren we nou eigenlijk onderwijs? Voor onze eigen leerlingen of studenten? Of bijvoorbeeld voor de helft van de studentenpopulatie van de Universiteit van Maastricht, die nu uit buitenlanders bestaat? Internationalisering en de daaraan nauw verwante verengelsing heeft ook nog eens een ongewenst segregerende werking. Het is immers niet voor iedereen weggelegd. Slechts een beperkt gedeelte van de studenten, daar heeft het een meerwaarde voor. Uiteindelijk de studenten die in het wetenschappelijk onderzoek terechtkomen. Maar de rest van de studenten gaat gewoon om de hoek werken. Bij een bank of bij een verzekeringsmaatschappij of bij een gezondheidscentrum. Met Nederlandse mensen. Die verengelsing van ons onderwijs, die zou ook minister Slob moeten storen. Minister Slob moeten storen. Hij was een van de initiatiefnemers in 2005, herinner ik hem er even aan, die ons onderwijs wilde beschermen tegen een te grote aanwezigheid in het Engels. Hij zei toen, ik citeer, het Engels rukt steeds meer op, zowel in het bedrijfsleven als in het onderwijs. Het is daarom van groot belang dat we onze eigen taal overeind houden. Het Nederlands is een unieke taal en daar mogen we best trots op zijn. Minister Slob, wat sprak er toen een wijze woorden. En die waren toen helemaal in overeenstemming met artikel 7.2 van de Wet Hoger Onderwijs. Want dat artikel ziet daar ook op toe. Daar staat, het onderwijs, ik citeer, het onderwijs wordt gegeven en de examens worden afgenomen in het Nederlands. Einde citaat. Nou, wij verzoeken de regering, voorzitter, heel simpel, dan ook de wet uit te voeren, zich te houden aan de wet en erop toe te zien dat die wordt geëerbiedigd binnen het hoger onderwijs. En ook daarop wil ik graag een reactie van de ministers. Dank u wel, voorzitter. Ik houd hier even bij. Dank u wel.